zuivere fotografen. Tomke, Romke en Cornelia binnen in de tuin. Cornelia stiet midden tussen de blom. Wat doest u, Cornelia? En wat doest u mij dat ding? Ik maak je foto's. En dit ding is mijn fotocamera. Oh, wacht je. Dan maak ik een foto van jij en Romke. Oh, ja. Tomke en Romke gaan tussen de blom staan. Klik, klik, klik. Tot Cornelia met haar camera. Zo. Ze liet Romke en Tomke de foto's op een camera zien. Goh, wat knap, zeg. Oh, dat ben ik. En dat is toe, Tomke. Ja. Zal ik je wat vertellen? Ik stuur foto's naar de kranten. Want de mooiste foto krijgt een prijs. En die prijs wil ik winnen. Wat kies dan winnen, Cornelia? Een nieuwe fiets? Oh, wat lekkers! Nee, geen lekkers. En ik je nieuwe fiets. Als ik de prijs win, mag je mij zien allen een dag met de trein uit Stroom. En lekker Itessa. En ik krijg ik nog een nieuwe camera. Is dat net geweldig? Ik wil een uit Stroom. Oh, ja. En in de trein. En lekker eten. Oh, ik moet eerst die prijs nog winnen, ja. Dat toch een verst om meer mensen mij. Maar ik haal hele mooie foto's van blommen maken. In de hoes gaat de telefoon. Oh, telefoon. Cornelia leidt haar fotocamera op een tuintafel. Ze gaat de hoes in. Ik vind foto's van blommen net zo mooi, Tomke. Zou ze daar de prijs voor mij winnen? Een foto van een hoedje. Dat is volle mooier, vist ik net. Ik weet al wat, Romke. Ik maak je een foto van jij. Dan ben ik de fotograaf. En ik maak je foto van jij. En dan ben ik de fotograaf. Ja, en dan stuurt Cornelia uw foto's naar de kranten. En dan winnen wij de prijs. Voorzichtig neemt Tomke de camera van de tafel. Hij shot in het ruutje. Oh ja, ja, daar is de Romke. Ik shot die poortjes en die stut. Maar, die kop. Waar is die kop nou? Opzitten, Tomke. Ik wil lekker foto maken. Haast komt Cornelia weer om. Hastig duwt Tomke op het knopje. Ja. Klik, klik. Sa. De foto van Romke is klaar. Nou maar Tomke nog op een foto. Rusjen. Ik moet eerst in het ruutje zien. En dan op het knopje duwen. Oh, dat ken ik wel, ja. Just me hoor, Romke. Ik wil de wol hiendal op, ja? Ja, hiendal. Aha. Daar binnen die voeten en die buik. Oeh. Is de krit van de foto, Tomke. Die holle past er net op. Romke, knip nou maar. Cornelia komt er al aan. Ja. Romke maakt een gouden foto en leidt de fotocamera weer op het tuintafeldel. Zo. Ik zal de foto's hoe zetten op een computer, jongens. Ze maken dadelijk naar de kranten. Hoors ben ik te laat. Cornelia verdwijnt met haar camera naar de computer. Zonder goed te zien, stuurt ze alle foto's naar de kranten. Zo. Die van de blommen, maar ook die van Tomke en Romke. Zo. Na een paar weken, gaat de bellen bij Cornelia, Romke en Tomke. Cornelia doet het doorriepen. Op een stoepen stiet een mevrouw. Ja, nou, goeiedag, ja. Ik ben van de kranten en ik kan jou feliciteren. Jo had de mooiste fotomaker. De prijs is van Jim. Oh. Hoi, hoi. Ja, we maaien mij de trein naar de zee. Hoi. En lekker eten. Oh, ja. Echt, weer? Vond je mijn foto's van de blom het allermooiste?
Foto's van Blom? Nou, foto's van de Blom? Nee. Nee, deze foto's, die zijn het allermooist. Huh? Ja. En zo grappig. Echt kunstwerkjes. Ja? De mevrouw liet de 2 foto's zien. Een van Tomke zonder holle en een van Romke zonder kop. Maar die foto's, die ga ik net maken. Die ga... Wij maken! Krijgen wij nou de prijs? Ja. De prijs is dan voor deze 2 knappe fotografen, ja. Ja. Oh, joepie! Ja. Een paar weken later zitten Tomke, Romke en Cornelia in de trein. Op weg naar het stro en de lekkere hapjes. Maar de nieuwe fotocamera, die had Cornelia om mijn nekken. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouw is er daar nog gauw een tuut.